En dan iets helemaal anders. Begin dit jaar startte de Royal Gent Swimming Club met een afdeling schoonspringen. De club wil de sport opnieuw populair maken in Oost-Vlaanderen en organiseerde dit weekend een interclubwedstrijd in het Strop. Van op 1 en 3 meter lieten meer dan 50 deelnemers hun mooiste sprongen zien. Voor het eerst in Slang werd er nog eens schoongesprongen in een Gents zwembad. In januari 2010 startte de Gentse zwemclub Royal Swimming Club Gent onder leiding van Belgisch kampioen Jerry Lefebvre een afdeling schoonspringen. Met deze interclubwedstrijd wil de Gentse club zijn leden een kans geven om zich te meten met leeftijdsgenoten uit België en Nederland. We vinden het belangrijk dat er nieuw leven geblazen wordt in het schoonspringen. Dus het is daarom dat we een wedstrijd organiseren nu. En het is nu ook de eerste keer dat we een wedstrijd doen die niet het Belgisch kampioenschap is. Dus er is hier ook nog nooit een wedstrijd georganiseerd voor het schoonspringen. De Gentse zwemclub haalde zo'n 55 deelnemers uit 6 verschillende clubs naar het Strop. Een professionele jury keek streng toe of de deelnemers wel degelijk schoon sprongen. Het geheel van de sprong begint eigenlijk bij het klaarstaan voor het fluitsignaal. Dan wordt er gelet op de aanloop. Die moet heel, heel duidelijk zijn zonder onderbreken. De opsprong is heel belangrijk om hoogte te krijgen. De houding in de lucht, de juiste houding van de sprong. En natuurlijk heel belangrijk de inkom in het water die heel mooi moet zijn. Hè. In de namiddag was het dan aan de mannen om hun sprong te wagen. Op de 3 meter eindigen uiteindelijk 2 Gentenaars in de top 3. Jerry Lefebvre eindigt derde, clubgenoot Pieter Verraas tweede en Nederlander Dennis van Toer won onder meer met deze prachtige sprong.